Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag zijn we hier, yes! Het is weer tijd om zijn. Mijn geld, mijn geld! Here comes the money! Oh! Ah, kut, kut, kut. Godsamme. Mensen, welkom. Abonneer op mijn kanaal. We gaan vandaag mensen moppen laten vertellen. Lach ik, krijgen ze 10 euro. Lach ik niet, kan de volgende 20 euro winnen. We kennen het concept. Join mijn Discord, staat een link in de beschrijving. Ik heb een nieuwe Discord, helemaal nieuw. Alles netjes, allemaal goed geregeld en fijn. Dus, laten we maar gaan beginnen. Ik ben in een goede lachbui, moet ik zeggen. Laten we maar hopen dat het allemaal goed gaat komen. Oké, ik ben er klaar voor. Hallo, Acnehoofd. Hey, Koen. Hey, Acnehoofd, hoe gaat het hiermee? Ja, lekker man, bij jou dan. Ben jij dat op je profielfoto? Ja. Wow, je bent echt wel mooi, man. Oké, een jongen ja? komt binnen terwijl zijn vader aan het masturberen is. Ja. Vraagt de jongen nieuwsgierig, papa, wat ben je aan het doen? Ja. Vader antwoordt, dit is masturberen. En binnenkort zal jij het ook doen. Oké. Vraagt Joch verbaasd van, hoe weet je dat? De vader zegt, omdat mijn arm moe wordt. Smerig, ik heb niet gelachen. Jongen. De groeten. Wacht. Nee. Oké, hallo. Hallo. Hoe heet je? Anus Milanus. Ja. Anus Milanus, hoe gaat het ermee? Goed, en met jou? Ja, goed jongen. Ik heb niet gelachen om de vorige, dus als jij mij laat lachen krijg je 20 euro. Oh, mijn best doen. Ja, dat moet je sowieso. Wat doe je als je kind een ginger is? A. Mishandelen. B. Euthanasie. Of C. Op zijn hoofd poepen totdat zijn haar bruin wordt. Oké, vertel je mop maar. Dat deed ik net. Oh, wat een kutgrap. Ik heb niet gelachen. Doei. Hallo banaan. Hallo. Ben jij echt Koen? Nee, ik ben niet echt Koen, maar ik ben wel benieuwd naar je mop. Oh, oké, nou daar komt hij dan. In Marokko is een grote aardbeving geweest en er zijn bijna 12.000 Marokkanen gestorven. Oh. De EU-landen willen graag helpen en sturen al snel hulp en ondersteuning. Fransen leven erg mee en sturen vrachtwagens... Hou je bekken, stellen! Leven erg mee en sturen vrachtwagens vol met voedsel naar Marokko. Duitsers willen ook graag Marokko helpen en sturen militairen om Marokko te helpen met handhaving. Hollanders vinden het allemaal erg meevallen en sturen gewoon 12.000 nieuwe Marokkanen. Nee. Ik vond hem best grappig, maar ik moest niet lachen. Maar kom ik dan wel in de video? Ja, dat wel. Oh, dat is echt heel ziek, dankjewel. Oké, nu niet. Hey, Aad, hoe gaat het ermee? Ja, fantastisch, met jou? Ja, gaat uitstekend. Als je mij laat lachen is heel mooi, want dan krijg je 50 euro. Zo, 50 euro, ja, dat noemen we het voor. Ben je er klaar voor? Ja. Als jij mij laat lachen, krijg je wel 60 euro. 60 euro? Ja, dat is echt flink, hè? Het is gewoon een hele video. Gewoon een hele FIFA. Ja, hele FIFA, ja. Oké. Ja. Hele FIFA. Ja. Klop. Wie is daar? Ki. Kiwi. Haha, je zei Kiwi. Ja, je lachte. Je lachte. Ja, ik moet heel hard lachen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Oh, wat goed. Kiwi. Yo, Floor is kampioen. Hey Floris, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Wat wil je eerst horen? Eerst slechte. Slecht nieuws. Ik heb de vorige die jou, voor jou kwam, daar heb ik om gelachen. Dat is wel heel jammer inderdaad. Ja, want nu kan je maar 10 euro winnen. Maar 10 euro is 10 euro, hè? Ja, dat is het goede nieuws zeker. Ja, dat is het goede nieuws, ja. Wat is het toppunt van geduld? Wachten tot Matthijs praat. ja, wel leuk. Ja, ik dacht nu komt uit de k***grap, maar je hebt hem wel leuk aangepast. Leuk. Gefeliciteerd. Wat is het verschil tussen Gio en Kai van der Ree? Ik weet niet. Gio valt maar op één minderjarige. Ah! 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 Je kikt hem ook gewoon. Sorry, ik vond het even leuk om te doen. Oké, Jasmijn. Hallo. Hoe gaat het ermee? Jasmijn, heb je jezelf gemute? Oh, nu niet meer. Sorry. Ja, nee, nog één keer is het klaar. Dan ben je weg. Oh, ja. Nee, geintje. Hé, hey, Jasmijn, ik heb goed nieuws. Als ik om jou lach, krijg je 50 euro. Jezus. Ja. Dus ga je gang. Oké, wat is Gio zijn ringtoon? Ik weet niet. Tion! Nee, ik moest niet lachen. Ja, dit is heel jammer. Ja, dit is heel jammer inderdaad. Ik vond wel een leuke grap. Dus dankjewel. De groeten. Doeg. Hallo. Hey. Wie hebben we hier? Kippertje, ik was de vorige keer op. Kippertje, hey, je bent die Limburger. Ja. Had ik je de volgende keer niet uitgegooid voordat je mol kon vertellen? Ja. Echt? Niet weer doen. Ja, de groeten, Kippertje. Nee. Ja, de groeten. Doei. Yo, Alex. Hallo Alex? Alex jongen, moment van je leven en zit je te kakken ofzo, het is ongelooflijk. Alex is 5, 4, 3, 2, 1. Helaas Alex. Die was net te laat. Weg mute. Oh sorry, ik hoorde niet. Nee, je bent een robot. Ben ik een robot? Je hebt echt kutgeluid. Oh, ik heb ook AirPods in.
Nou, die moet even uit. Die moet uit. En dat is niet de enige wat uit moet. Toen had ik net mijn AirPods 6, dat hoorde ik gelukkig niet. Okay. 90 euro. Als jij een mop vertelt waar ik om moet lachen, waar ik me niet kan voorstellen, dat ik heb volgens mij nog nooit om jou gelachen. Nee, nu doe je echt fucking grappig. Nou, kom maar door met je mop. Oké, okay. Het is warm en ruikt naar banaan. Oh, dat is wel heel hard geoefend. En je lacht, dus ik krijg 90 euro? Ja, ik moest lachen, ja. Yes! We hebben hem! Je krijgt trouwens geen geld. Hey Luc! Hele goede avond. Ik heb heel goed nieuws voor jou. Aangezien de mensen voor jou niet zo grappig waren, kan jij 110 euro winnen als ik om jou lach. 110? 110! Oké, Mark die gaat naar zijn vader en vraagt wat het verschil is tussen een principe en een feit. Zijn vader zegt, gaan we naar je moeder toe en vragen of ze met de buurman naar bed wil voor 500.000 euro. Nou, dus Mark die gaat lekker naar zijn moeder en die vraagt aan zijn moeder van, mama, zou je met de buurman naar bed gaan voor 500.000 euro? Tuurlijk, zegt ze. Het is een knappe man, dus waarom niet? En dan heb je ook nog 500.000 euro. Nou, Mark gaat weer naar zijn vader en zegt dat zijn moeder het wel wil. Oké, zegt zijn vader. Ga nu maar naar je zusje en vraag hetzelfde aan haar. Je zusje geeft hetzelfde antwoord en Mark gaat weer naar zijn vader. Papa, papa, papa. Mijn zusje wil ook wel. Oké, zegt zijn vader. In principe zijn we nu miljonair, maar het feit is dat we twee dikke groeien uit zouden. Yes, come on! Ja, leuk, 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 leuk. Luc, gefeliciteerd. 110 euro kom jouw kant op naar de video. Oh, dankjewel, dankjewel. En you? Wat is er krommer dan een banaan? Ik weet niet. Matties rug. Ja, ja, wel leuk. Hij was wel leuk, hè? Ja, ik heb gelachen. Uitstekend gedaan, Lucas. Hey, prostaatpiraat. Hoi. Ben je een Belg? Ja, het spijt me. Gadverdamme, maar goed dat ik het spijt. 50 euro kan je winnen. 50 euro? Ja, 50. Oké. Wat heeft 50 benen, maar kan niet wandelen? 25 gehandicapten. Wat? 25 gehandicapten. Maken Belgen altijd grapjes over gehandicapten? Nee. Nee, oké. Okay. Hallo, 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 Sebastiaan. Hé, jullie kennen aan. Hé, hey, Sebastiaan. Lekker, jongen. Yo, yo. Hé, hey, oké. Okay. Hé, hey, wacht. Je weet nog helemaal niet hoeveel geld je kan verdienen. Oh, nee, oké. Okay. Maar het is in ieder geval genoeg, zodat je geen black banana's meer aan hoeft. Oh, oké. Je kan 70 euro winnen als jij me laat lachen. Ja, oké, die is van ons. Die is van ons. Oké. Was dat verder uit elkaar? De ogen van Jill of de leeftijd tussen Jill en Jade? Hergens! Hergens! Ja, heel goed. Ja. Ik vond de grap niet leuk en Harris ook niet. Maar Milo die de hype doet, vond ik erg leuk. Gefeliciteerd. De allerlaatste komt nu. Hij kan 50 euro winnen. Het is de laatste. Hallo, Zander. Goedenavond. Zander, jij bent de allerlaatste. Je kan 50 euro winnen. Zo. Ja, dat is flink, hè? Mag ik een presentatie gaan maken namelijk, Koen? Mag ik die ook gaan gebruiken? Ja, tuurlijk. Als jij je presentatie wil gebruiken. Oh, dat ben ik. Ja, dat ben jij zeker, ja. Je hebt 27 dia's. Dan denk je nu zo van, wat ben ik hier nou aan het doen? Nou, dat zie je van mij wel. De saxofoon. Ja, de saxofoon, ja? Inderdaad. Ja, maar dat is niet alles, hoor. Oh. Kijk. Dit is wel leuk, hè? Kijk hier. Knolder wordt gevuld door Mark met een hockeystick. En ook nog een beste vleeslul, wat ik hier zie. Royal Lustig heeft ook wel erg veel. Oh, ook om deze laatste mensen heb ik niet gelachen. Zaadner, helaas. Ik moet uiteindelijk deze hele video 110, 180, 200, 270 euro weggeven. Man. Ik hoop toch jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, laat dan zeker weten. Join de Discord, staat een link in de beschrijving. Dan kan je lekker joinen en kan je de volgende keer meedoen. Hou mijn Instagram in de gaten, wil ik jullie bedanken voor het kijken. Mensen, like de video en abonneer. Ik zie jullie de volgende keer. De groeten. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.